Het idee, weer, ik heb onvoldoende aangevoeld dat er een agressieve situatie ontstaat. Dus ik sta hier niet in kanaaihouding, niet in gevechtshouding, want ik ben niet bewust van een gevecht. Ik sta hier rustig iets te drinken, ik kijk te veel naar zo'n vriendin en ineens komt daar een hoogstoot. Dit is mijn no-shit-reactie. Het is niet raak, dat is belangrijk. We nemen weer dezelfde reactie van daarnet. We staan gewoon in een houding die slecht is voor ons. Ja, mijn chakras staan niet op lijn. Het eerste wat ik doe is mezelf onder mijn chakras zetten, bij wijze van spreken, mijn heup eronder, dat mijn chakras mooi in lijn staan. En van hier kan ik reageren. We hebben de optie in te komen, maar nu kiezen we voor het comprimeren van onze energie door ons bekken te kantelen. Gaan we gebruiken om deze arm in beweging te zetten. Dus door die heupbeweging gaat die arm als het ware overzwieren en dwing ik hem in een richting. Dus van hier sta ik en mijn arm die kiest ervoor, omdat dit agressie, dit is nog een gevaarlijke kant, ik wil die liefst weggeven van mij, ik wil liefst achter hem komen. Dus van hier kies ik ervoor om met die heup op te komen en achter hem te komen staan. Ik sta nu aan zijn veilige kant. Van hier zijn er opties, mensen die gewoon zijn van een klem te zetten, die kunnen dat ook weer doen, langarmklem. Maar wel is waar, die komt weer vanuit mijn heup. Dus ik hou hier controle. Het enige wat ik doe, is met mijn heup even in zijn richting. Van hier in zijn richting gaan. En dan kan ik verder gaan naar de grond. Dat is een optie. Of, we staan weer van deze houding. Ja, ik zet me goed. Ik kom aan zijn achterkant staan. Mijn voorkeur is eender, maar dat is ieder zijn goesting. Van, ik ga achter hem en ik neem al zijn zintuigen weg. Ik neem zijn ogen weg, zijn neus weg en als het kan nog een beetje zijn mond. En ik blijf in contact nemen. En van hier dwing ik hem gewoon naar beneden. Dat is een optie waar ik van hou. Dus, ik herhaal. Oh shit, hij is niet raak. Ik zet mij in veiligheid. Mijn heup gooit als het ware die arm opzij. Ik ben achter hem. En nu kies ik ervoor. Ik kan het er twee aan doen. Ik kan hem gewoon kletsen op zijn ogen en naar beneden. Maar ik verkies ervoor voor controle te houden hier. Dat hij niet kan gaan lopen. En nu heb ik hier, neem ik zijn ogen en zijn neussensoren weg. En nu ga ik hem naar beneden halen. Niet door erop te wringen, maar door weer met mijn heup te initiëren naar achter te gaan. Dus hier zeg ik met mijn heup naar achter. En daar gaat hij. En dan kunnen we echt doen wat hij doet. Maar we zijn niet agressief vandaag. Is dat jammer? Alright. Oké. Okay. Dus, ja, we staan ontspannen. Ja. Je komt er over veeg. Je zet ze dan weg. Ik doe. Ja, in de centrum dit daar. Ja. En verplaats ook gelijk. Die heup, we hebben straks gezien, die heup, die door dat zwaarte in het punt te verplaatsen, gaat die naar hem, maar even dat been staat mee naar voren. Dus dat is het idee. Ja? En gewoon achter mij komen staan. Ja. 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 Zo. En nu vanuit die heup eigenlijk naar beneden. Ja. Dit. Nee. Niet achteruit halen, dit. Doe. Ja. Krijg deze beweging. Dus nu doe je dit. Ja. Terwijl voorkeur is dit. Dus eigenlijk deze beweging. Recht naar beneden. Dan zwakt heel de ruggengraat. Als ik dit doe, dan zit er nog een spanning. Kun je nog een spanning aan de ruggengraat. Als ik daarentegen dit doe, dan knikt het hoofd. En dat is veel efficiënter. Kan het niet, ik zie het niet, je knikt het hoofd. Ik hoor het, hè, dit. Deze. Ah, ja, precies. Ja, inderdaad. Dat je eigenlijk al minder verstoring brengt hier op die ruggengraat. Dus zo. Ja. Voilà. En wat is het gevolg? Dat ik onmiddellijk dat wil doen, want ik wil. Ik wil ervan ontsnappen, mijn benen verzwakken, dus ik lig automatisch weer rond. Ik ga hier staan. En dan? Ja, nou, brandt het al.